Wat een fantastische vraag. Lucinda, waar coach je vrouwen op mee en waar neem je ze mee naar het next level? Nou, als je me kent, dan weet je ook, ik heb een aantal boeken geschreven, 11 in totaal. En het gaat altijd om de thema's leiderschap, empowerment, het verschil maken, impact maken en zichtbaar zijn. En soms heb je ook een spiegel nodig om je te laten zien waar je nu bent, maar ook natuurlijk wel richting te geven over waar je graag heen zou willen gaan. Persoonlijk leiderschap betekent heel vaak dat je dingen moet laten en de ander natuurlijk wel meer ruimte geven. Als je het hebt over leadership, dan heeft het natuurlijk wel altijd te maken met jezelf. Want je wereld, jij kan natuurlijk wel je wereld enorm impacten door natuurlijk wel anders te kijken. Soms een paradigma shift. Maar ook hier heb je wel iemand nodig die naast je staat en als het ware jouw mentor is om te zeggen, misschien is anders kijken, anders leven, anders bewegen, ja, toch wel net de goede manier. Met 160 vrouwen heb ik een serie geschreven genaamd Lef 5. Ik geloof dat ieder vrouw een Lef 5 is. Maar om daar te komen in haar persoonlijke leven en dus ook haar zakelijk leven of haar leven met haar partner en leven met mensen om haar heen, is het wel van belang dat je ook natuurlijk wel je rol leeft. Dat je ook comfortabel voelt als Lef 5. Dat je dingen aandurft die je misschien wel gisteren niet durfde. En daar is nou precies waar ik vrouwen in coach. Echt om de stappen te maken die ze anders niet zou maken. Maar de potentie wel ervaren en voelen en denken, oh, ik wil zo graag vooruit, maar ik weet niet hoe. Nou, de hoe, daar help ik je zeker wel mee. Als mentor en als coach is dat mijn taak. En uitdagend, zeker. Maar vooruitgang, absoluut. En dan zie ik jou heel graag in een van mijn programma's, maar sowieso in een traject met mij tegemoet. Want het verschil begint bij jezelf.